Speel je Animal Crossing New Horizons, dan is er waarschijnlijk al voorgekomen dat bepaalde inwoners gevraagd om het eiland te verlaten. En dan denk je, waarom? Ik ben zo goed voor geweest. Ik heb bloemetjes gezet bij je huis, ik heb elke dag met je gepraat, maar toch vragen mij om te vertrekken. Jij monster! Maar blijkbaar hoef je het allemaal niet zo persoonlijk te nemen, want het is allemaal grotendeels gebaseerd op kans. En door een datamine, dus iemand die de hele broncode heeft ontrafeld van Animal Crossing, weten we eigenlijk de algoritmes achter zo'n verlatingsproces, om het heel dramatisch te zeggen. Dus in deze video belicht ik al die dingen, zodat jij gewoon weet waarom een bepaalde inwoner vraagt om jouw fantastische eiland te verlaten. Let's go! Allereerst, heb je minder dan 6 inwoners, dan ben je helemaal safe. Er gaat niemand vragen om te vertrekken, zolang je minder hebt dan 6 inwoners. Iedere dag wanneer jij de game opstart, en dus er is een nieuwe dag in Animal Crossing ook, dan is er een bepaalde formule die berekent hoe groot de kans is dat er op die dag een bepaalde inwoner gaat vragen aan jou om te vertrekken van het eiland. Dus, dan zijn er 2 formules nodig. 1. Om te bepalen hoe groot de kans is of er iemand al dan niet vraagt om het eiland te verlaten. En 2. Wie gaat vragen om het eiland te verlaten. Dus de eerste formule eigenlijk is gebaseerd op het aantal inwoners van je eiland. En ook op het aantal dagen sinds je een inwoner voor het laatst hebt gezegd om te vertrekken of om te blijven. Dus als uit die formule blijkt dat het tijd is voor een bepaalde inwoner om te vertrekken, dan moeten we nog zien welke inwoner zal vragen om te vertrekken. En daarvoor is de nieuwe formule die grotendeels gebaseerd is op vriendschap. Het gaat dan om de vriendschappen die bepaalde inwoner heeft met alle andere eilandbewoners. Dus met jou als speler, maar ook gewoon met andere bewoners. Dus is hij goede vriendjes met iedereen of zijn er bepaalde vetus tussen bepaalde bewoners. Dat zijn dingen die daarin meespelen. Dus met andere woorden, hoe hoger het vriendschapsniveau, hoe kleiner dat de kans is dat een bepaalde inwoner zal vragen om te vertrekken van je eiland. Dus elke inwoner krijgt zo'n bepaalde kanswaarde en op basis daarvan wordt er bepaald welke inwoner jou zal vragen om je eiland te verlaten. Maar er zijn ook een paar inwoners die standaard al zijn uitgesloten van die loterij. Het gaat dan bijvoorbeeld om inwoners waarvan hun verjaardag binnen de eerstvolgende 7 dagen is. Dus iemand die zijn verjaardag binnen een week viert, die zal sowieso niet vragen om te vertrekken. Ook inwoners waarvan momenteel hun huis wordt verplaatst. Dus als jij naar Tom Nook gaat en je vraagt van oké, ik wil het huis verplaatsen van die inwoner, dan zal die inwoner, die bewoner van dat huis, sowieso ook niet vragen om te vertrekken in die tijd. Als een bepaalde inwoner de vorige keer al het slachtoffer was van de loterij en jij toen hebt gezegd aan die inwoner om te blijven, dan zal die inwoner ook uitgesloten zijn van deze loterij deze keer. Dus deze inwoner zal sowieso deze keer niet vragen om te vertrekken. Dan ook de inwoner die het meest recent is ingetrokken. Dus de laatste persoon die is toegekomen op eiland zal niet vragen om te vertrekken. Dus die is ook safe. Als je iemand vraagt om te vertrekken of om te blijven, dan is er een bepaalde cooldown, een rustperiode van 5 dagen. En in die periode zal er niemand vragen om te vertrekken. Er is ook een rustperiode van 15 dagen en die wordt getriggerd wanneer een bepaalde inwoner jouw eiland heeft verlaten. Dus dan heb je gewoon een tijdsperiode van 15 dagen. Maar wat als je niet wil dat een inwoner je eiland verlaat? Dan heb je echt niet veel om je zorgen over te maken, want een inwoner zal nooit vertrekken zolang jij niet zegt dat het oké is om te vertrekken. Ook als een inwoner de vraag opgooit om te vertrekken en je negeert die gewoon, dan zal de volgende dag gewoon dat ding gereset worden. En het blijft inwoner gewoon. Dus zo'n dingen kan je gewoon negeren als je een inwoner wil houden. En tot slot, wat met de amiibo-bewoners? De speciale bewoners die je ontgrendelt via een amiibo-poppetje. Wel, die worden eigenlijk hetzelfde behandeld als de andere inwoners. Dus die maken gewoon evenveel kans om getrokken te worden uit de loterij. En die dus zullen vragen om te vertrekken. Dus daarop wordt er geen uitzondering gemaakt. Ninji dan, de persoon achter de onthulling, zegt ook dat er dus geen magische sleutel is om ervoor te zorgen dat iemand, dat een bepaalde inwoner zal vragen om je eiland te verlaten. Je kan het dus enigszins beïnvloeden op basis van die vriendschappen en zo. Maar het grootste deel hangt gewoon af van kans. Dus je hoeft het echt allemaal niet zo persoonlijk te nemen. Nu je weet wat de achterliggende algoritmes zijn, kan je die gebruiken in je voordeel om jouw eiland beter te maken. Maar weet wel
Animal Crossing is een game die constant updates krijgt. En we weten enkel dat die algoritmes en die formules correct zijn voor deze versie van de game. Dus later kan het gerust zijn dat de formules worden aangepast in de update. Maar voorlopig weten we dat dit is hoe het werkt. Zoals altijd, bedankt voor het kijken en vergeet ons niet te volgen op YouTube. En vergeet niet, de beste nieuwsberichten, features en reviews vind je op gamingverse.be.